Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Fortnite minigame. We zitten vandaag weer in een gloednieuwe creative server, want wat wij vandaag hebben, is wij hebben in deze server 10 verschillende levels die wij moeten gaan halen. En dat ga ik niet alleen doen, want Linda staat er al, want ik zit hier samen met Linda. Hallo. En Rick. Hallo. Hallo. En we zijn ook meteen aangekomen in de allereerste level. Het is af en toe een beetje de gok nemen om te kijken of we de level kunnen halen. En andere keer is het goed kijken en goed opletten om de level te halen. Dus het zijn gewoon 10 verschillende puzzels. Vind je het leuk? Ram natuurlijk zijn keihard op lijkt op, zou ik heel, heel erg gaaf vinden. En wat wij in deze allereerste level moeten doen, is wij moeten zorgen dat we de juiste buis pakken. Dus het is puur gewoon een gok. Maar we moeten het wel een beetje geordend doen, want als we het niet geordend doen, dan gaat het fout. Want dan gaan we heel de tijd dezelfde buis pakken. Dus even kijken. Wij hebben daar de 1 staan. Zie je dat? Ja. Dat is ons indicatiepuntje. Dat is misschien wel een goeie. Als Rick, als je heel veel stom met rennen. Ja. Als jij nou links van de 1 die 4 buizen gaat checken. Ja. Als Linda, jij nou rechts die 4 buizen gaat checken. Ja, en wat hebben die deuren ermee te maken? Dan ga ik even bij die deuren kijken of dat misschien de uitgang is. Okay. We moeten gewoon zien te ontsnappen. Oké. Oh wacht, ik val hier gewoon naar beneden. Woep. Dus als jullie hem hebben, ik heb hem niet. Als je een rift vindt, dan heb je de verkeerde. Maar je moet wel onthouden dus. Als je een rift vindt, is verkeerde. Ja. Oh, dan je moet wel onthouden welke je hebt gehad. Want je moet niet natuurlijk 20 keer door dezelfde buis gaan. Of door dezelfde deur gaan. Nou, dit loopt sowieso dood, want dat gaat helemaal naar beneden toe. Dus dat gaan we niet doen. Zo, dat was de verkeerde. Ja, hebben jullie nog steeds ook niet de goede? Nee. Ik ben er pas in eentje geweest. Ja, ik ook pas ik nu al in 3, maar dit is hem ook niet. Oké, chill. We gaan hem vinden hoor. Er is ook nog helemaal geen clue of zo. Dus het is puur gewoon gokken. Ik heb die en die gehad. Deze nog niet. Gaan we deze nog even checken. En oh, er staat een pijltje. Hé, hey, ik heb een deur. Echt? Oké. Ik heb een... Oh, nee, een rift. Oh, nee hè. Oké, ik heb sowieso alle 4 de deuren gehad. Ja, ik moet er nog 2. Ik moet ook nog, ik ben bij de 2e. Weet je wat ik dan pak? Ik ga heel veel door die grote buizen. Ja, die hele grote. Ja, ik denk dat. Kijken of dat het is. Mip. Kijken. Zo, die grote buizen zijn inderdaad wel groot, ja. Mip. Oh, ik heb 2 riften. Is dat dan goed? Nee, want ja, we moeten bij level 2 uitzien te komen, hè. Dus ja, riften zijn niet 1. Goed. Oh? Oh, ik ben allemaal de deuren aan het lopen. Oké. Okay. Ja, ik ben nog heel veel deuren aan het lopen. Oh, dan zal dat. En ik heb een rift. Oh. Oké, ik pak de laatste. Ik dacht dit was hem, maar nee hoor. Dan pak ik nog heel veel andere buizen en dan heb ik ook alles gehad. Dan missen we alleen nog die hele kleine buisjes. Die hele kleine deurtjes. Hé, hey, de laatste is ook niks. Nee? Voor mij, ik ga ook nu de laatste in. We hebben zo echt alles gehad en dan zal je zien dat het het allemaal niet is. En het is gewoon één grote troll dit. Deze hele map is gewoon één grote troll dat je niet kan halen. Ja, dat moet wel. De 2 grote buizen zijn het ook niet. Jullie hebben alles gehad, hè? Ja, de linkerkant is helemaal gehad. Ja, en de rechterkant ook. Dus dan missen we alleen nog, kijk, zie je die kleine deurtjes? Ja, misschien moeten we daarheen. Ja, precies. Rick, als jij die pakt, dan pak ik die naast je. Lin, als jij die aan de andere kant probeert. Ja, ik vind het goed. Alright. Als dit het ook niet is, jongen. Oh, hoe kom je hierin, joh? Je moet bukken. Oh, je moet bukken. En dan glij je er zeker in, of niet? Oké, ik heb geen rift hier. Oh, echt? Aha. Dat is hem misschien dan. Zie je ergens een checkpoint of level 2 of? Oh. ik heb ook een rift. Ah, you kidding me? Die 2 zijn het ook niet. Ja, als die van Linda niet is, dan is er letterlijk nog eentje over. Ik ga snel. Als waar ben ik? Als Linda nu een rift heeft, dit is de enige deur nog, hè? Nee, bij mij staat 2, ik heb hem. Oh, heb je hem? Ja, ik heb hem. Oh, dan is het die. Deze is Rick. Deze heb Linda gedaan. Oké, dan gaan we daarheen. Ik heb de checkpoint al gepakt. Nice. Ja, dan hebben we dus de eerste level gehaald. En dan hebben we nog 9 te gaan. De laatste, we moesten ook gewoon, hè? Nee, er was er nog eentje dicht. Er was er nog eentje. Oh, wow. Dus we hebben ze op 1 na allemaal doorgecheckt. Oké, level 2, daar gaan we. Even kijken. Oppassen voor traps, dat moet ik wel even zeggen. Ja, moeten we nou echt weer alle deuren gaan checken? Yep. Nou! Ik denk het wel, ja. Kijk uit dat toilet. Er geen traps of zo in hangen. Toilet. Oh, er zit hier een deur achter het toilet, hè, bij mij. Misschien even meteen dat nog dan het gelijk zou is het dan gelijk al goed zijn? Ik.
Ik heb weer een buis. Kom eens hier doorheen. Kijk, er zit hier een deur achter. Nee, je moet op de wasbak, Rick. Oh, op de wasbak? Ja, en dan kan je hier overheen. Ah, ja. En maar er zit hier weer een buis. Dus ik ben benieuwd waar we nu weer uitkomen. Als dit hem is, dan hebben we wel echt geluk. Ja, ja. We zijn alle weer terug. Zijn we er klaar voor? Ja. Let's go! Oh, het zit vast! Oh. Ja, daar gaan we! Oh. Wee. En waar komen we uit? Oh. Oh, oh. Okay. dat is hem niet! Dat is hem niet! Oké, dat is hem dus niet. Oh, hebben jullie al die andere deuren gecheckt die openstaan? Want hier zit ook een deur achter, hè? Ik heb er pas één gecheckt. Maar er was hier wilde ik net ingaan. Oh, kijk, hier is ook inderdaad een deur. Oh, ja, maar ik kom hier weer met mij uit, kijk. Oh, wauw. Die komen bij elkaar uit, maar hier is dus ook niks. Dat is dus we moeten Ik zag hier wel een ander toilet, maar daar weet je wat handig is? Het is handig om eventjes de deuren die we hebben gecheckt open te laten. Want dan weten we wat we dus hebben gehad en wat niet. Ik ga gewoon weer de laatste checken. Ik check ze ook wel van Rick, want die kijkt niet altijd even. Oh! Ik heb weer wat gevonden. Ik heb ook weer wat gevonden. Kan ik hier opkomen? Ja. Oh! Er zitten allemaal deuren, Jan. Ik ben bij allemaal turbo's. Wacht, ik ga er doorheen. Oh nee, er zit een trap. Ah, nee! Ik kan niet meer terug. Ik ga dood. Dit is echt genaaid gewoon, hè, dit. Er zijn echt heel veel deuren. Waarschijnlijk wordt het weer bij het begin. Maar wacht! Is het... Wacht. Is het wel een van die deuren? Ik ga hier eens gewoon kijken. Hier kom je verder. Kan je hier niet... Ja, misschien Jan? Oh nee, Oké, ik heb het! Denk ik! Trouwens, ik laat mezelf is dit het? Gaan, want dan ben ik eerder dan dat ik de hele partij langs ga. Ja, dat scheelt een stukje. Jongens. Ja? Ik heb iets ontdekt. Rick, loop eens rechtdoor. Ja? Ik wilde op die tv springen, maar ik faalde. En toen viel ik hierachter. Ik viel hier. En toen kon ik verder. Oh ja. Loop eens, Rick. Loop eens. Dank je. Dan kan ik doorlopen namelijk. Misschien is dat. Misschien ja, maar er hing een trap, dus vandaar dat ik jou voorliet. Ik heb hier turbo's. En... Oh, waar ben ik? Wat? Oh my... Ik heb hem! Dit is hem! Okay, ik ben langs de trap gekomen. Pas op voor die trap, hè, inderdaad. Ja, dit is hem. Ik heb hier in drie. Kijk, je moet door dit raampje teleporten. Dus je moet... Kijk, in die turret klimmen. Oh, ja. Oh, dat is geniaal. Okay, maar ik viel daar per ongeluk, hè. Want ik wilde op die tv springen. En ik viel gewoon ertussen omdat ik niet opkwam. Geniaal. Dat is geniaal. Maar ik denk dat we niet zomaar door kunnen lopen als daar vier al is. Dat denk ik ook niet. Nee. Oké, dit is level 3. Dit is een onzichtbaar doolhof dan. Oh ja. Dus... Oké, Rick liep daar naartoe. Die is fout. We moeten even ontdekken wat dus fout is. Die is fout. Deze is goed. Oké. Heeft dit er niks mee te maken? Kijk. Oh, die is niet goed. Oh! Is dit het patroon? Oh ja, kijk, we moeten denk ik die witte volgen, of niet? Ja, dan moet je zo lopen. Ja, en dan weer verder. Eentje verder. En nog eentje verder, dan moet je terug. Dan moet je helemaal hier de hoek om. Ik kan het nu alleen niet meer zien. Dan kan je helemaal naar de hoek toe. 1, 2, 3. En dan hierheen. En dan helemaal opschuiven, of niet? Ik durf niet, helemaal... Ja, we kunnen helemaal die kant op. Oké, ja. Mm-hmm. Dan 1, 2 hier naartoe. Drie, ja, eentje terug. Dan hier naartoe en dan gewoon de route volgen. Ja, precies. Dan hebben we hem al. Hey, dat is goed dat ik dat zag, want daar heb ik helemaal niet naar gekeken. Ja, nice. Ik zag dat dus. Ik dacht van, dat zal het dan zijn, ja. Ja, slim. Level 3 gehaald, level 4. Nieuw. Oh, dit wordt een echt doolhof. Oké. Mag ik zeggen hoe we dit het beste kunnen aanpakken? Ja. Wat ik altijd doe, en wat ik heb geleerd bij Dolf, is dat als je gewoon heel de tijd probeert één kant op te gaan, dus alleen maar probeert links aan te houden, dat je het gewoon moet halen. Oké. Zullen we dat proberen? Dat is goed. Ja. Dus gewoon elke keer als we links kunnen, gaan we naar links. En als het dood loopt, dan lopen we terug en dan gaan we de andere naar links. Zo los ik altijd Dolhoven. Kijk, dit loopt dus dood, dan pakken we dus de volgende. Dolhoven op. Is dat het meervoud of niet? Ik heb geen Dolhoffen. Idee. Weer links aanhouden, dit loopt dood. Ik kan het al zien in de verte. Ja, dat ook. Dit loopt denk ik ook dood hoor. Ah, nee, hier kunnen we naar beneden. Kijk! Oh ja. Tadaa! Oh, nee, leuke trap, serieus. Zou je denken. Ja, dit is inderdaad een trap, want we kunnen niet er doorheen. Nee, je kan er ook niet. Ah, man! Ik dacht, we hebben het nu al gewoon. Nee hoor. Oké, die is dus dicht. Dat gaat het niet. Ja, dat is wel genaaid dit hoor. Ze naaien hier wel. Even kijken, die hebben we al gecheckt. Dan moeten we...
helemaal teruglopen. En dan moeten we dus ja, deze kant, want dit is weer links. En jouw tactiek eerste. Werkt al heel goed, Jan. Ja, andere links kan ook gewoon rechts. Tot nu toe niet, nee. Ja, ik blijf gewoon links aanhouden. We moeten er ooit een keer komen namelijk. Ja, we zijn er denk ik, of niet? Hé, hey, maar ik heb wel een paas gedacht hè, vandaag. Ja, dat sowieso. Ik heb mijn paaskin al aan. Dus ik ben al klaar voor jullie. Moeten jullie nog even voorbereiden. Ja. Moet ik even tussendoor zeggen. Ik zie daar weer een gat. Links aanhouden. Kunnen we hier wel doorheen? Oké. Even terug. even terug, sorry. We moeten wel die kant op hoor. Ik denk dat we er hier wel uitkomen. Dan missen we wel die kooi die daar ligt. Maar ja, dat is dan even balen. En geen onzichtbaar randje. Oké, nice. We zijn erin. En dan moeten we nog een level halen. Ja, ik wou net zeggen, we zijn nog niet klaar. Zullen we een wedstrijdje van maken wie als eerste de uitgang heeft? Ja, is goed. Ja. Succes! Okay, doei. ik blijf gewoon bij mijn tactiek. Ik blijf gewoon links aanhouden. Ik doe dat altijd gewoon. Is nou, Rick is nu al de verkeerde kant op gegaan. Ja, Rick is al doodgelopen. Oh. Ik ga winnen. Ik ga naar links. Ik blijf. Nee, dat loopt dood. Ik ga de andere kant op. Ik vind altijd dat het is gewoon goed opletten altijd bij Doolhoven. Doolhof. Wat is nou het meervoud ervan? Ik weet niet. Doolhoven. Nee, dat klinkt zo raar. Dollies. Dollies. Het is altijd heel goed opletten bij dollies. 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 Ja, ik hou links aan hoor, Lin. Het spijt me. Ja, nee, never mind, dat loopt dood. Nee, dat doe ik niet. Dat loopt dood. We moeten bij dat gat uitkomen hoor, sowieso. Is het dolly is wel moeilijk. Ja. Ja, we hebben hem al, want dit is gewoon een spiraal. Ja, jij loopt. Hoe moet ik lopen dan? Ja, hier naar links. Links. Links, dan ben je er. Ja, links. Ja. Okay. Linda heeft gewonnen, die heeft hem als eerste gehaald. Echt? Goed gedaan. Lekker is het wel een goede uitgang, of... Ik heb een checkpoint gepakt, dus ik zit goed. Wacht, ik wil wel voor die coin hebben eigenlijk. Ik ga voor die coin. Huh? Ik heb hem. Yeah. Zo, die liet ik niet liggen. Linda had een checkpoint, ik heb hem ook. Awesome. Alright. Uh-oh. Er ligt hier een puzzelstukje. En er zit een deur achter. Kunnen we hier niet gewoon afsnijden? Zullen we eens proberen? Zullen we deze deur open krijgen? Oh. Left. Oh, ik zie hier gewoon een uitkomst. Hier, left, right. Oké. Okay. Dit is gewoon de uitkomst volgens mij. Left, ik weet nog niet right. Wat we moeten doen. We moeten even onthouden. Ja, left, right. Ja. En wat is dit dan? Oh, we moeten denk ik gewoon weer terug. Ik denk dat dit een geheim gangetje was of iets. Ja, precies. Dat je weet hoe je moet. Wacht, wat was het? Left, right. Oké, okay, ik ga het gewoon proberen, ja? Ja. Kunnen we hier doorheen? Ja! Oh, ik... Oké, dat werkt. Oké, links, rechts. Oké, succes. We hebben gewoon de uitkomst al. Dat was echt een geheime routetje, hoor. Oké. Oh, nee. Oh, hij deed het niet. Ja, bij mij deed het ijs niet, dus ik gleed niet. Helaas. We moeten heel eventjes een beetje op elkaar wachten, dus... En dan kun je op mij lang wachten, denk links, ik. Links. Oh, rechts. Oh, die laatste moet je echt versturen. Oei. Oh, mijn god. Maar we halen het wel, hè, zo. Links. Auw. Rechts, links. Links. Oh, ik stoot mijn hoofd. Dit is moeilijk, jongen. Dit heb ik nog nooit gedaan. Ja, maar ijs doet het ook niet bij mij. Nee, je moet heel veel wachten. Want als één iemand het ijs gebruikt, dan doet het bij de volgende persoon niet. Links. Rechts. Wow! Ik heb hem. Checkpoint. Level 6 ga ik dan in. Ik wacht even op jullie natuurlijk. Wat je moet doen en hoe je het makkelijkst kan halen is... Echt gewoon in het midden blijven. Dus niet helemaal naar de zijkant zoals Linda doet. Want dan ga je kapot. Je moet echt zorgen dat je in het midden blijft. Dus niet helemaal naar de zijkant toe, maar echt in het midden de route pakken. Het klinkt een beetje raar, maar... Ik geloof in jullie. Oh, Rick. Oh, nee. Ik zag je doodgaan. Ja. Rick is er. Nice. Kom, we doen even een dansje, Rick. Dezelfde, ja? Dezelfde. We kennen elkaar. 3, 2, 1. Nee, kak. Oh, ik dacht dat je deze zou doen. Nee. Heb je die niet? Nee. Oh, ja, oké. Dan kan het niet, hè. Nee, sorry. Ja, lekker. Oei. Lekker. Oké, ik ga door. Welke level is dit? 6, hè? 6, ja. Level 6, oké.
Ik zie sowieso een puzzelstukje boven. Ja. Nee. En hier? Hier zit niks, of wel? Ook niet de onzichtbare deur? Nee, ik ga denk ik gewoon die loungepad op dan. Ja, beter. Hop! Oh! Je moet meteen je ding uitdoen. Oh, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Lin, Rick ook. En... deze kant op Lin. Ja, ja, oké, okay, Lin ook. Nice. Was dit een level of... Oh. Wacht. 1, 2, 7, 2, 3, 9, 4, 1, 5, 6, 8, 3. Okay, onthoud jij dat even, Jan? Ik heb geen idee wat dat betekent. Maar oké, okay, allemaal kamertjes. Use clues. Gebruik de clues. En choose carefully. Kies zorgvuldig. Ja, ik sta nog ja. Bij die getalletjes. Kies zorgvuldig. Oké, wat is het eerste getal? Eerste getal is 1. Ja. Hey, nou Rick. Er staat C in. De C? Ja, de C. T, wat is 2? Oh, is O. We moeten het woord denk ik maken. Go. Is er misschien control? Iets met control? Wat en, is 7? 7, Rick, kijk jij wat 7 is. We hebben nu C, O. Ja. C, O. De L. L, col. Col. Is 7 col. De L? Color of zo. Col- ja, de 7 is de L. Is 3 de R? 3, even kijken. Misschien moet iemand het even opschrijven wat we hebben. Color. Nee, wacht, ik ga het opschrijven, want anders gaat het op de helemaal verkeerd. We hebben nu color. Color. Ik ga het opschrijven. Ja? Want C, O, L, R. Hoe welke letter? De E is 9 en 4 is de... Wat is dit? D of de O? Welke letter is 4? De D is dit. Ik heb D, het opgeschreven, dus ik kom er aan. We hebben Colret. 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 Red. En dan komt daarna de 1 en de 5. Oh, de 1. De 1 is de C, dat weten we. En de 5? C. En de 5 is? De H. C, H. C, H. 6, ja? 8, 9. De 6 is de A, denk ik dat het is. Ja. De A. A. En wat kwam daarna? De 9. Dus 8, 9. Dus dan heb 8. Je de I en de E. E, ja. I en de E. En hier staat choose carefully. Dus je moet dan hebben we Colret. Che. Rode chair? De rode stoel misschien? Red chair? Ja, chair komt. Het laatste woord is inderdaad chair. Maar de enige stoel die ik zie staan is in deze hoek. Ja, dat is die, ja. Maar wat het eerste dan betekent, Colret. Colret. Maar die stoel is toch niet rood? Nee. Ik ga hem gewoon proberen, denk ik. Want C-H-A-I-E... Ja. Dat lijkt het meest op chair. En er staat 1 stoel. En ja. chair betekent en stoel natuurlijk. En wat is die A nou geen... Of wat jij dacht dat een A was, nou geen A is? Jawel, dat is wel een A. Oh ja, kijk maar. Want hier staat ook een paar kijk maar, dit is wel een A, dit. Een A is, ja. Okay. Ik zou het niet weten. Ik denk dat we die moeten... Het enige waar ik uitkom is chair. En colorette. Maar ja, die stoel is niet rood. Oké, okay, dan gaan we proberen. Ja, ga maar, Jan. Ga maar. Nou, ik ga dan wel... Ik heb geen idee, jongens. En? Ik ga nu ik snap kijken. Er helemaal geen saus van, gewoon. Wat gebeurt daar dan? Huh? Oh. Dit is het goeie, maar ik snap niet waarom. Want we... Ja, ja, we hebben van Chaye, hebben we gewoon chair gemaakt. Wat stoel is. En we hebben gewoon gegokt. Ik snap deze niet. Maar we hebben het wel gehaald. In één keer zelfs. We zijn gewoon slim. Ik ga deze deur pakken. Oh. Oh. Ja, la 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 moeten zoeken ja? Of zo. Is alweer level 7, hè, is dit? Ja. Oh, hier is een muntje. Ik heb een muntje, ja. Ik heb een geheime kamer gevonden, jongens. Serieus? Echt? Ja. Waar dan? Zullen we ook maar eens volg mij. Oh, wat? Ze is achter de muur! Ja? Huh? Hieronder. Oh, hier! Hier, Rick, hier. Oh, ja. Nice! Oké, okay, cool. Maar wat nu? Nog een geheime kamer vinden? Want hier, sowieso in dit torentje, sowieso hierboven. Erin. Wat? Ja? Oh! Okay. We hebben hem! Ja. We zijn ergens!
Dit was echt... We namen dezelfde gok gewoon. Oh ja. Maar is dit wel goed? Pas op voor traps hoor, jongens. Holy shit, dat doe je, joh! Holy knitter, ik schrik me helemaal de kloot, joh! Holy shit! Er zijn er meerdere, wat een gek. Gee, dit is sowieso het verkeerde dan. Are you kidding? Ik schrok me helemaal kapot, hè? Ja. Oh mijn god, jongen. Ik ook, hoor. Stel je voor dat hij opeens achter je aankomt. Dat had ik dus niet verwacht. Ik zat te kijken naar traps. Ik word opeens vol beschoten gewoon. Oké, dan is dat waarschijnlijk de verkeerde gang, jongens. Ja, hè? Laten we even kijken of er nog iets anders is. Maar dat lijkt niet. Oh mijn god. Nemen ze spannen ook weer in, hè? Dus... Is dat überhaupt wel de goede kamer dan? Nee, dat denk ik dus niet. Ik denk dat dat gewoon, ja, dan de verkeerde is. Ik ga op zoek naar weer zo'n gat in de muur, wat jij net had, Lin. En we hebben nog wel een andere deur daar, hè? Oh, ik heb hier sowieso een muntje. Er waren twee deuren in het begin, hè? Ja, klopt, maar dit lijkt wel... Jij hebt meteen dat gat gevonden daar, ja. bij die struikjes. Ik zit ook gewoon vast. Ah, man! Maar ik heb weer een doorgang. Oh, Rick heeft iets gevonden, maar Rick, ik zit vast! Echt? Ik moet respawnen, ik zit hier... Linda, hier ligt een muntje, wil je me hebben? Dan moet je hem hier even komen pakken als je... Ja, muntje. Nee, grapje. Ja, maar je komt er alleen niet meer uit, dus ja, ik ga voor die spannen. Muntgierig ben ik ook niet. Ik kom eraan. Rick, blijf even bij dat kamertje staan, ja? Want misschien is dat wel de goeie. Hey, we hadden inderdaad nog een andere deur, ja, maar ja. We kunnen beter eerst op eentje focussen en dan weer verder zoeken. Ja, daar heb je gelijk in, man. Een mooie stuiterbal gaat er hierheen en weer. Even kijken, misschien is het wel de goede. Pas op voor schietende mensen, hè? Ja, dit is goed volgens mij. Heb je een checkpoint? Ja. Oh ja, nummer 8. Zo, nice. We gaan goed. Vind de kleine clue. Vind de kleine clue. Oké. Ja, vind de kleine aanwijzing. Oké. Oh, maar wat hebben we hier nou weer aan dan? Hooibalen. Kijk, vind de kleine aanwijzing. Ja, je moet nu een naald in de hooiberg gaan zoeken. Oh, ja, letterlijk ja. Dit is letterlijk ja. Alsof ik hier vast kom te zitten. Maar er zijn ook gewoon deuren, hè, daar. Drie deuren. Ja. Oh, maar boven die deuren... Wacht. Boven die deuren hangt een heel klein prullenbakje. Ja. Hangt een hele kleine vis, weet je wel, die aan de muur hangt, die groene vis. En hangt een dartbord. Dus dat lijkt me dat we één van die drie items hier tussen moeten vinden. En die deur moeten wij kiezen. Ja. We kunnen ook gewoon gokken natuurlijk welke deur het is. Ja, maar het is leuker als we even gaan kijken of we iets kunnen vinden. Dus ik ga hier heel even chillen op die hooibal. Oh, ik zit weer vast. Gaan zoeken. Nee, je gaat wel mee helpen zoeken, jij. Nee, ik doe gewoon mee, want ik vind het Nee. Je moet echt op zoek naar iets heel kleins, hè, nu. Ja. Echt iets heel kleins. Als je vast zit? Dan moet je even die spannen. Dat zat ik net ook al. Oh, hier is een muntje. Ja, een muntje, maar dat is geen item, helaas. Oh joh, als iemand het vindt, ik geef je gewoon... Ik geef je een euro, ja, want dit is echt knijt. Oh, ik heb het gevonden, maar ik zei expres niks. Nee, helemaal niet, want je bent nog aan het zoeken. Ik zat al te kijken, hè. Hangt het niet gewoon aan de... Echt? Serieus? Ja? Kleine prullenbak. Nou, dan gaat mijn euro. Oh ja, een klein prullenbakje, ja. Je mag je euro. Oh, geniaal. Kijk, Rick. Oh ja, ik heb klein prullenbakje. Oké, ik ga als eerste door de deur, want ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Oké, zo, klein prullenbakje. Ja. Oh, ik vertrouw het niet helemaal. Ja, 9! We zijn er! Echt? Lekker. Kamer 9. Memory game. Geheugentest is dat. Oké. Okay. Even kijken. Oh, dan moeten we dit eens gaan onthouden. Camera. Ja, jongens? Camera. Gaat iemand dit onthouden? Ja. Camera. Ja, wat is dit? Een voorleestafeltje. Ja. Geachte gasten, like even deze video. Oké, wat hadden we? Camera, tafeltje, kassa, water dispenser, een, hoe noem je dit? Een stellage. Joels. Oké, ik ben het nu alweer vergeten. Een krukje, nee ik weet het nog wel. Een krukje, een kistje, een tentje. En dat was het, oké. Even kijken. Welke... kwam als vierde. Wacht, wat hadden we? Camera, tafeltje. Die na de kassa kwam. Kassa. Dat was die stellage. Dat was die stellage, ja. Oh, dan moeten we even de deur open doen.
Stellage zoeken. Dat is de kassa. Dit, of Joelly's, wat is de eerste? Nee, dat was volgens mij Joelly's toch, of niet? Dat zou ook heel goed kunnen. Of was dat de kassa? Wacht, waar had ik... De kassa, wacht. Joel. Nee, we hadden een camera. Mm-hmm. Toen hadden we dat voorleestafeltje. Toen de kassa. Toen de kassa. Joel's. Ja, dat is die. Oké, die is het niet. Linda, loop eens even hierheen. Dan kan je even kijken. Was het Oh, dat was de waterdispenser. Oké. Goeie. Welke kwam als tweede? Dat was de voorleestafel. Een tafeltje, ja. Ja. Oké, ik heb hem hier, deze. Ja. Nice. Wat kwam als zevende? Was dat een teentje, jongens? Teentje, volgens mij. Volgens mij was dat een teentje. Niet de camera, niet Joels. Of nee, het krukje. Dat kan ook. Dat kistje. Ja! Nee, dat was het krukje. Ik heb hem. Het was het krukje. Door naar de volgende kamer. En dat was het! Dat was het! Level 10! Oké. Level 10! Jongens? We moeten heel veel wachten op Linda. Weet je dit nog, de volgorde? Ja, dat denk ik wel. Want eerst was de waterdispenser. Het is wel goed dat we dit met z'n drieën doen. Want als je dit in je eentje doet, dan ben je echt de Sjaak bij level 9, hoor. Ja, sowieso. Waterdispenser. Je kan natuurlijk wel cheaten, want je kan de hele tijd heen en weer lopen. Dus ja, eigenlijk kan je dan wel een beetje vals spelen, maar... Tweede was dat tafeltje, stellage. Ja, en dan was het de kruk. Helemaal links. Ja, die ja. Okay. Yeah, oké, level 10, de laatste. De laatste. Gebruik een rift in de gelijke kamer. Dus we pakken even een rift. Zal ik hem meenemen? Ja. Alright, ik heb een rift. En dan moeten we dat rift dus gebruiken. Oh, ik snap hem al, kijk. We moeten dit kamertje, we moeten de juiste deur waarschijnlijk vinden met dit kamertje erin. Lijkt me, ik pak ook even de coin. Hoppa. Oké. Wacht, open is een deur, is dat? Ja, oké. Als ik deze drie deuren doe, en Rick, jij doet drie deuren, mag jij die vier deuren, Lin? Dan mag jij er eentje extra gewoon. Oh, bedankt. Oh, er zijn nog veel meer hier, wacht! Holy knetter, Rick, begin jij het met die kamer, ja? Ja, en dat moet hetzelfde als deze zijn. En, ja, het moet hetzelfde zijn als die, maar we moeten wel even opletten. Laat de deur open als je hem gecheckt hebt, want ja, er staan nu al heel veel deuren open. Want anders raken we de klus kwijt, oké? Ja. Oké, even kijken. Twee kastjes in de hoek. Ja, dat klopt. Naast die kastje staat het bureautje. Dan dat ding. Oh nee, hier hangt geen schilderij. Deze is het niet. Dus die deur laat ik open. Hier hangt wel het schilderij. Twee kastjes, maar die kastjes staan verkeerd om. Die moeten andersom. Dus die is het ook niet. Hier een schilderij. Kastjes staan goed. Hier mis ik een kruk. Die is het ook niet. Oh. Deze staat volgens mij... Nee, die heeft geen lamp. Oh, geen lamp. Goeie. Oké, top. Dan is die het ook niet. Deze heeft geen kast, dus die is het ook niet. Deze heeft... Maar deze zou het wel eens kunnen zijn. Deze zou het kunnen zijn. Deze ook. Nee, trouwens. Nee, deze... Wacht, kunnen jullie even checken? Er staat een krukje, een tafeltje, een bankje, een spiegel, een lamp, een kast en twee kastjes. Welke? Want ik had deze. Er net ook een. Deze lijkt er wel op deze. Deze... Wacht, mag ik heel veel heen en weer? Ik loop dat heel veel is heen en vier. Weer. Nee, wacht eens eventjes. Liggen die boekjes goed op dat tafeltje? Dat is de vraag. Die boekjes op het tafeltje. Kan iemand even teruglopen? Je hebt een, ja, daar je hebt een heel klein rood boekje. Ja, en een groene. Nee, hier ligt een blauwe, een rode en een zwarte. Op het bankje. Op het bankje. Een rode, een blauwe en een zwarte en een klein rode ernaast. Ja, die dat is hier. Dan is het die kamer, hoor. Dat kan niet anders. En dat lampje staat naast de kast. Ja. Zullen we het gewoon proberen dan? Ja, probeer maar. Ja, die boekjes liggen goed. Ja. Ik ga het proberen, ja? Ja, doe maar. Dan hebben we wel de map gehaald als dit hem is. Aha. Oh. Nee! Oké. Ja. Die was het niet. Maar wat klopt er dan niet? Dan ligt er iets net verkeerd gewoon. Oké, ik heb de rift weer. Hoop ik dat ik hem nog kan vinden. Oh, dat was dus de verkeerde. Welke kamer dacht jij, Linda? Volgens mij had ik... Nee, hier liggen geen boekjes op. Nee, deze had ik hier liggen niet. Geen boekjes. Nee, deze hiernaast. Deze had jij. Hier liggen de boekjes, staat de kastje, staat ja, het lampje. Ja, deze had ik volgens mij. Ja, dan moet dit hem zijn. Nou, deze proberen dan? Ja. Ja, we gaan niet dood. Dat is de checkpoint. Dat is de checkpoint, dat is de laatste dan. Oké, lekker. Dan hebben we hem gehaald. Pas op dat er geen traps hangen. Pas op. Want misschien is het wel nog de verkeerde. Hey, is het de goede, Nick? Ja, het is de goede. Echt? Oh, dan hebben we hem gewoon gehaald.
Wat staat er? GG, goed gedaan. Good game. Thank you for playing. We hebben hem gehaald, dan kunnen we een dansje doen. Ja, ja. Woe! Oh. Woe, nou de DJ set die begint ook al hier, hoor. Rick, die gaat helemaal los. Linda is de DJ van vandaag. Want we hebben het gewoon gehaald. Hé, hey, ik vond dit leuk, ouwe. Ja, ik vond hem ook leuk. Dit was echt een goede map gewoon. Wel, ja, wel even opletten, maar wat ik nog steeds niet snap, is die Colette Chaye. Nee, ik ook niet. Die room, die snap ik niet, die level snap ik niet. Maar we hadden wel in één keer de goeie met de gewone gok nemen. Dus, gokken. Ja, ik weet niet hoe we dat hebben gehaald, maar dat is de enige level waarvan ik dacht van die snap ik niet. En de rest hebben we gewoon goed gedaan. Ja. Dus mocht je hebben genoten van deze video, ram dat succes en keihard op like. Of vergeet natuurlijk niet te abonneren voor meer. En Linda staat al te zwaaien daarom. Rick en ik gaan nog even los. Die worden nog lang niet moe hier in de discotheek. En hopelijk ook weer, zoals altijd. Tot de volgende keer. Hey. Bye bye.